kinderen die zijn vernoemd naar iets of iemand. Wist je dat? Wist je dat sommige ouders hun kinderen namen geven met een betekenis? Antigone, dat is haar naam, is een Griekse naam. Een meisje uit een oud Grieks verhaal, haar lievelingsverhaal. En in die oude verhalen gebeuren er altijd grootse dingen. Heel groot. En vaak, heel vaak gaan er ook mensen dood. Antigone uit dat oude Griekse verhaal, die had een vader en die heette Oedipus. En ze had ook twee broers en die... die hadden moeilijke namen. En die broers, dat waren hele sterke mannen. Grote spierballen en zwaarden en die reden op paarden en dat ging vroeger zo. Toen waren er nog geen scooters met felgele kleuren, nee, paarden met vlekken en woeste blikken. En Antigone, kom. Deze Antigone noem ik Anti, gewoon omdat het kan en omdat het korter is. Waarom noem je me Anti als ik gewoon Antigone heet? Waarom een naam als je naam er toch niet toe doet? Kaka! Waarom niet elk jaar een andere naam? Welk je zelf mag grappen uit de grabbelton, zodat het een verrassing is? Een naam is voor altijd. Ik hou niet van altijd. Want altijd is voor eeuwig en eeuwig is niet leuk. Ik zorg voor Anti omdat haar ouders dood zijn. En daar kan je omheen draaien, maar ik vind als iets is dat zo. En daar moet je mee leren leven. En dat is een gegeven en een gegeven is een feit. En een feit, dat is de waarheid. Volgens mijn oom heb ik een grote fantasie. Heb ik een groot eigen wil. En ben ik een gevoelsmens? Nou, ik snap nog steeds niet wat hij daar nou precies mee bedoelt. Want alle mensen hebben toch gevoel? En wat is groot? Ik mag mij niks afvragen. Maar afvragen is denken. En denken is sowieso heel erg slim om te doen. Even terug naar dat oude Griekse verhaal. We hebben Antigone. En Antigone heeft een vader. En die heet Oedipus. En ze heeft ook twee broers. En die hebben een moeilijke naam. Ja. Ik ga nu Oedipus spelen. En Oedipus gaat iets heel belangrijks zeggen tegen de broers van Antigone. Uit dat oude Griekse verhaal. Mijn ene broer, die wilde zo
zijn corona zijn anijsmelk helemaal niet weggeven. En de andere broer, die werd boos. Zo boos dat er stoom uit zijn oren kwam. Zijn gezicht rood aanliep. Hij 5 centimeter groter werd en bijna ontplofte. En zijn paard leek omgetoverd tot een monster. Wow. Wow. Met slijm in de hoeken van zijn mond. Maar hij ging niet goed af. In zulke soort oude verhalen gebeuren er vaak grootse dingen. En vaak, heel vaak, gaan er ook mensen dood. Ja! Zoals bij het stoten van je teen tegen de deur, maar echt dagenlang. En ook al wist Antigone dat allebei haar broers niet terug zouden komen. En dat ze daarmee moest leren leven, want dat moest nou eenmaal zo. Bleef ze huilen, als een lekkende kraan die maar blijft druppen. Creon, de oom van Antigone, uit dat oude Griekse verhaal, die pakte de kroon. En die broers die waren al eenmaal dood, dus hij pakte de kroon en zette hem op en hij werd de baas. Want iemand moest de baas zijn en hij was familie. Maar Antigone, die was nu ook echt heel erg boos. Boos omdat haar oom, mijn broer, zomaar in de koude regen liet liggen. Als een arm puppyhondje midden op de weg, huilend om zijn moeder. Terwijl mijn andere broer wel een kistje kreeg. Creon, de oom van Antigone, uit dat oude Griekse verhaal, die was streng toch rechtvaardig. Want hij begon. Dus hij mocht niet begraven, hij begon niet, hij krijgt een kistje. Regels zijn regels. Ja, maar je kan hem toch niet zomaar in de koude regen laten liggen? Stop! Genoeg! Dit is het verhaal. Hij begon, hij wordt niet begraven, hij begon niet en hij krijgt een kistje. Een regel zijn regels, Anti. En een regel is de waarheid. Een waarheid, dat is een feit. En een feit, daar kan je niet tegen ingaan. En bovendien is dit het verhaal. Nee! Ja! En ik zie dat het 7:30 is. Je weet ook wat betekent. Regels zijn regels, Anti. Regels? Regels? Ik haat regels. Net zoals ik een hekel heb aan tandenpoetsen en douchen als ik er geen zin in heb en iets doen als ik helemaal niks doe. Nee, dan!
Antigone, dat is jouw naam. En zo zal ik je noemen. Zij die geboren is om tegen te werken, dat is Antigone. Als straks weer blaadjes aan de bomen komen en wij weer zonder jas naar buiten kunnen, dan mag jij een nieuwe naam uit de Gabbeldon gaan. Thank you.